Heel goedenavond, beste mensen. Ik begroet jullie hartelijk en nodig jullie uit op onze huidige webinar over de Unitsky String Technology en de laatste nieuws vandaag op 13 juli. Beste collega's, wij weten allemaal dat passagiers in het openbaar vervoer lijden aan totale uitputting en de zogenaamde reismoeheid. En met bijbehorende attributen zoals apathie, energieverlies, chronische vermoeidheid, slechte stemmingen, zonder enige reden. Zoals jullie weten, kan je minder dan 1 minuut in de ondergrondse blijven zonder dat gezondheid er schade aan ondervindt. Nadelige gezondheidseffecten zijn onder meer extreem lawaai, sterke elektromagnetische velden, claustrofobie en overmatige drukte en besloten ondergrondse ruimte. Volgens een nieuwe document van de ontwikkelaar van String Technology, een nieuwe studie over de geluidsniveau in het vervoerssysteem in het New York Haven onderzoek heeft gedaan in Maiman School of Public Health van Columbia University. En die hebben ontdekt dat ondergrondse geluidsniveau de door Wereldgezondheidsorganisatie in de US Environmental Protection Agency aanbeloven niveau kunnen overschrijden. Volgens de studie kan een blootstelling van slechts 13 minuten per dag aan lawaai gemeten in het openbaar vervoer van New York City leiden tot gehoorverlies, ingeademde lucht bevat veel potentieel giftige stoffen,
die variëren naar gelang van de bron van de plaats. Die privéauto's is ook niet bevorderlijk voor de reiscomfort, omdat vastkomt in de zitten van het verkeer, wat de chauffeurs nerveus maakt met de chronische stress tot gevolg, inclusief de noodzaak om de situatie op de weg intensief te analyseren, om veilig te kunnen rijden. Reismoeheid wordt ook veroorzaakt door de menselijke fysiologie. En het vestibulaire systeem kan niet tegen veelvuldig remmen op het streken, trillingen, schokken, lawaai en zo verder. Bovendien hangt de vermoeidheid van de passagiers niet alleen van de trillingsmodi van de carrosserie, maar ook de duur van de invloed van de dergelijke waarsnellingen. Het behoeft geen toelichting dat er veel factoren zijn die ons project, de Minsky String Technology, en onderscheiden in een hoog niveau van de reiscomfort voor de passagiers, voor de stringtechnologie, verbeterde vaakheid van de stijfheid van de spoor, een dynamische oneffenheid, niet meer dan 10 mm in de overspanning van 50 meter, zachte viering, statistische beweging, niet minder dan 300 mm, een laag geluidsniveau, niet meer dan 50 decibel in beweging, soepele acceleratie en afremming van de rollend materiaal tussen 0,2 tot 2 seconden. Door de afwezigheid van verkeersobstakels en verkeersstoppingen, kruispunten, verkeerslichten, voetgangers en zo verder en zo voort. Dus een kort te houden en de reisleiden deur te deur en de reismogelijkheden in individuele gezinsmodule. Dit alles vervult ons met de vreugde, omdat wij, Unisci String Technology, alleen bijdragen tot de toetsaanbrengingen van vervoer. Er zijn passagiers en gegarandeerd die veilige en comfortabele reis biedt met plezier en natuurlijk zonder vermoeidheid. Beste mensen, de ontwikkelaar van de stringtechnologie heeft nog een artikel gepubliceerd waarin de huidige stand van de zaken bij ons in Ecotechnopark in Wit-Rusland wordt beschreven. En meer bepaald aan de baanstructuur, aan de soorten van aanwezig zijn. Die stringtransport is een sleutelelement van de stringvervoer in de infrastructuurcomplex. Dankzij dit ontwerp wordt het rollend materiaal niet bedreigd door de verkeersstoppingen en ongevallen en neemt die snaarweg geen grote oppervlakken in beslag. Er zijn verschillende soorten van spoorstructuren. Momenteel worden allemaal voorgesteld op het grondgebied in Ecotechnopark in Wit-Rusland en hebben elk hun eigen kenmerken. Maar in wezen in de zogenaamde snarrailbaan, in de lichtgewicht, robuust, duurzaam, de transportviaducten. Indien nodig is, bieden wij ook spoorstructuurplaats in glaswezend communicatieleiden, elektriciteitsleidingen en productieleidingen. De structuur is gebaseerd in voorgespannen koorden en tussen twee massieve verankerde steunen zijn gespannen. Daartussen worden de rails ondersteund door de lichtgewicht tussensneuden. De verankerde steunen kunnen gebouwen zijn in de combinatie met de stations, winkelcentra's, woon- en industriegebouwen. De steunen kunnen ook worden gebruikt voor de windturbines en zonne-energiecentrales. In Ecotechnopark beschikt over 5 verschillende rijen en gespecialiseerd in vrachtvervoer, elke van onderwerp om de werking en vervoer onder verschillende omstandigheden te testen, met verschillende spanningsparameters en materiaalcapaciteiten, afhankelijk natuurlijk van het doel, van de intensiteit van het rollend materiaal en de soorten van rollend materiaal die we passeren. De snelheid van het vervoer op het spoor varieert soms tussen 50
tot 150 km per uur. De belangrijke soorten van rood materiaal, zowel voor de vracht als voor de passagiervervoer, kunnen over alle bovengenoemde spoorstructuren rijden en zal hebben alle voordelen en materiaalcapaciteiten en mogelijkheid om gebruik in extreme temperaturen. Door de kleine diameter van de snarrail en de plaats boven de grond worden aerodynamica geoptimaliseerd en transporteenheid verhoogd en hoog veiligheidsniveau van de gehele transportcomplex gegarandeerd. We hebben prachtig nieuws uit Afrika, beste mensen. Wij zijn van plan om openbaar vervoer in Rwanda te implementeren. De grote belangstelling van de Rwanda Development Board voor innovatieve stringtransport en infrastructuurtechnologie maakte een bezoek van de projectvertegenwoordigers aan Kigali, dat is een hoofdstad, mogelijk voor de ontmoeting van minister van Infrastructuur, Dr. Ernest Zabimana, en vice-burgemeester, belaste in urbanisatie en infrastructuur van Kigali, in algemeen directeur van Kigali Innovation Centrum, leiden van de delegatie, stelden opties voor personenvervoerprojecten voor de nodige ingenieurs en specialisten uit Rwanda naar Sharjah, om onze centrum te bezoeken, om meer over de technologie te weten te komen. Bij de besprekingen werd voorrang gegeven aan de potentieel van ons transport tussen Kigali en de luchthaven. We zijn in een aanbouw. Deze route zou passagiers in de staat kunnen stellen hun bestemmingen snel, veilig en comfortabel te bereiken. Er zijn ook enkele opties overwogen voor de aanleg van openbaar vervoersnet in Kigali. Rwanda in zich, daarbij hebben we bewust van de belangrijkste voordelen van de stringtransportvervoer, de financiële efficiëntie, milieuvriendelijkheid, toepasbaarheid in de heuvelachtig terrein en aanpasbaarheid aan de plaatselijke sociale omstandigheden. Dat zijn de kenmerken van de technologie bij het plannen van het openbaar vervoerssysteem. De Rwandese ambtenaren hebben belangstelling getoond voor de aanleg van de spoortrajecten. Ze hebben tenminste eerste stappen aangegeven voor de uitvoering van de voorgestelde projecten. Beste vrienden, we hebben informatie over Rwanda gegeven, maar tegelijkertijd verstrekt de dochteronderneming in het Midden-Oosten van de ontwikkelaar van stringtechnologie over het project ook in Lesotho. En dat is een dichtbij stellende landen. Dit werd voorafgegaan voor de deelname van de ondersteuning aan de internationale forum Rwanda 2022 in Kigali. Lesotho heeft eveneens belangstelling voor de stringtechnologie getoond, aangezien de vervoersproblemen er niet minder acuut zijn dan in Rwanda. Dus dat is ook een topic voor hun. Het land ligt op het hoogte van 1400 meter boven de zeespiegel. Het is erg duur en moeilijk om de traditionele vervoersverbindingen aan te leggen. Straalvervoer kan een betaalbaar en efficiënt alternatief worden, omdat het potentieel ervan de grootst in de regio met moeilijk begangbaar terrein. De spoorstructuur vereist niet aan de aanleg van de talusbruggen, knooppunten, duikers en andere kunstwerken door de grote overspanningen tussen de steunpunten. 2000 meter kan de draaidok over de diverse hindernissen worden gelegd. Tijdens een ontmoeting met de eerste minister van Lesotho, dokter Mokestai Majoro, werd in gebruik van de
string transport in de hoofdstad Maseru besproken. Overigens had koning Letsi III, een Afrikaanse natie, eerder aan het bezoek gebracht aan de demonstratie en de testcentrum voor onze string vervoer in de Arabische Emiraten. Op het ogenblik wordt meer in de regering van de Lesotho onderhandeld over de organisatie van de gezamenlijke werkzaamheden voor de uitvoering van het project in dit land. En dat is natuurlijk voor ons het echte sprong in de toekomst. Beste RSW-systeem abonnees, hier is meer belangrijk nieuws van de Sharjah-tak van het project. Zoals u waarschijnlijk weet, de installatie van het spoorstructuur in de constructiefase wanneer de stringrail spoor wordt gecreëerd. Elke element van de schraag moet dus schrink vastgesteld en de tijdstip van de strikte volgorde worden geïnstalleerd. De halfstijle rijstructuur is opgebouwd uit een groot aantal componenten die elke specifieke functie vervullen. Die compositiebeheersing vormt een stijve, maar heel lichte bescherming van de snaren tegen de omgeving. Die andere extreme invloeden, de snaren zelfs, dragen de nodige belasting. Terwijl die aluminiumprofiel is het mogelijk maakt die elektrische stromen met over de lange afstanden met de minimale verliezen over te brengen. Al deze onderheden vormen samen in een spoorviaduct om ervoor te zorgen dat elementen van de spoorstructuur collectief functioneren, moeten alle fasen van de bouwtechniek strikt aan acht worden genomen. Van de snaren en slecht in de van deze. De baanvak bestaat uit twee soorten van gebruikte strengen. Aan de onderzijde gegalvaniseerd met opmerkelijke corrosieverende eigenschappen. Gegalvaniseerd met weerbestendige mantel en polyethyleen. Onder de lage druk en gebruik van het buitenhuis. Dus heel, het is een ingewikkeld systeem eigenlijk. En elke touwtje wordt afzonderlijk in een bepaalde plaats gelegd, waardoor het niet meer de andere verstrenging kan aangeraakt worden. Die afwijkingsmethode zorgt ook voor de snaren. Elke stadium van de constructie voorzichtig worden behandeld, dankzij het goed georganiseerde werk van verschillende machines en de uitrustingen, kon een insorting worden voorkomen, tijden te worden verkort. Dus jullie kunnen het beter inbeelden. Laten wij een heel korte video van dit proces samen bekijken. Tot binnenkort. Dus beste mensen, zoals jullie gezien hebben, dit werkt in de volle gas en we zijn praktisch in de laatste fase om alles zo snel mogelijk te implementeren. Volgende nieuws. Engelse publicatie Railway Technology heeft een artikel gepubliceerd waarin de efficiëntie waar string
vervoersoplossingen voor het personeelsvervoer worden belicht. Het bedrijf van de technologie ontwikkelt, ontwerpt en vervaardigt en het testtransport in infrastructuurcomplexen en de schraagontwerp. Zij kunnen op het aantal gebieden worden gebruikt. Deze omvatten stedelijk en interlokaal passagiervervoer, onbemande elektrische voertuigen op het stalen wielen die zich boven de grond voortbewegen met de snelheid tot 150 km per uur. We zijn in staat efficiënt personenvervoer te verzorgen tot 50.000 personen per uur. Kun je die cijfers voorstellen? 50.000 personen. De kenmerken van de stringtechnologie maken het mogelijk dit vervoer en het maximaal aantal passagiers tegen minimale kosten te organiseren. De voertuigen kunnen verschillende capaciteiten hebben. Die rondmateriaal kan worden gecombineerd tot treinen met meerdere voertuigen. Het aantal elektrische spoorvoertuigen in de koppelingen hangt af aan de dichtheid van de reizigersverkeer. Stringtransport in infrastructuurcomplexen kunnen worden gebruikt als verbinding tussen de grootstedelijke en de voorstedelijke gebieden. Steden kunnen ook worden verbonden met de luchthavens, zeehavens, grote spoorwegenstations enzovoort. De oplossing is ook de staat een efficiënte transportverbinding tussen steden tot stand te brengen. De voordelen van de stringtransport en infrastructuurcomplexen zijn de eerste, de veiligheid, toegankelijkheid, hoge snelheid, milieuvriendelijkheid en natuurlijk aanpassingsvermogen. Stringtransport en infrastructuurcomplexen kunnen worden gebouwd in gebieden met moeilijk begaanbaar terrein, in regio's met moeilijke natuurlijke en de klimatologische omstandigheden. De mogelijkheid om het stringtransport te leggen over de bestaande wegen, spoorwegen, elektriciteitsleidingen, woonwijken, industrieterreinen, maakt deze oplossing flexibel in haar toepassing. Alle bovengenoemde infrastructuursystemen van de stringtype zoveel mogelijk voldoen en eisen van vandaag aan de persoonvervoer worden gesteld. Beste mensen, met een gelijksmede deel jullie nog een stukje heel goed nieuws uit Charge over de voordelen van de stringtransport ten opzichte van zijn concurrenten. Het milieupotentieel ervan is veel groter dan van welk bestaand vervoerssysteem ook. In de vele malen milieuvriendelijkheider, comfortabeler, economischer, veiliger dan bekende vervoerswijzen, dankzij de volgende voordelen. Geen uitstoot in de broeksgazen en de giftestoffen, laag verbruik van de hulpbronnen, energie in alle stadia van de complexe levenscyclus, de spoorwegviaducten, verstoot en de relief, bio, de ozone, de bodyverlies van de aangegrensde natuurgebieden niet. Die spoorviaduct vernietigt geen vruchtbare bodem en de vegetatie. Belemmert de beweging van de grond en de oppervlakte water, de beweging van de mensen, huisdieren en de wilde dieren niet. Door het concept van zich de boven de grond verheefde spoor kunnen verkeersstoppingen en de ongelukken worden vergeten en het ontsporingsbeveiligingssysteem verhoogt die veiligheid van de ongekende wijze. Door de schakel op het duurzaam stringtransportvervoerssysteem zou jaarlijks 31,2 miljard ton brandstof kunnen worden bespaard op het 25 miljoen kilometer hoge snelheidswegen. Om de hoeveelheid brandstof te verbinden, zou 106 miljard ton extra zuurstof uit de atmosfeer genoeg om de 67 miljard mensen te laten ademen. Die worden niet verspild. Dus wij doen, het is een echte fantastische besparing in die gebied.
Toepassingen gebied in de stringtransportinfrastructuur, oplossingen, ontwikkeling van de onondergrondse wijken en moeilijke toegankelijke gebieden, tot aanbrenging van een uniform netwerk van de verhoogde goederen, reizigers, hoge snelheids, citysporen, ontwikkeling van de verwante industrieën voor de productie van snarrailvervoer, viaducten, rondmateriaal, metallurgie, chemische, petrochemische en radio-elektronische industrie, machinebouw, bouw en zo verder, voor de kwantitatieve veranderingen in economische structuur, groei van de BBP en land in regio's en de schepping van de nieuwe banen bijna in alle gebieden. Wij zijn verheugd nog een interessant bericht van de Arabische Emiraten met jullie te delen, dames en heren. United Vehicle Robotics, in een van de ontwikkelaars van de stringtechnologie, demonstreerde zijn volledig autonome helikopters gebaseerd op vraagdrones met luchtterreinbouwende Ras Al-Khaimah. Medewerkers van de chargevestingen in het project evalueerden als eerste de potentiële voordelen aan het gebruik van deze drone. Door de aanleg waar daaropvolgende exploitatie voor de sneltraject is mogelijk in de moeilijk bereikbare gebieden. Deze drones en de grob vermogen kunnen de grotere ladingen vervoeren en gedurende ladingenperiode in de lucht blijven. In de tegenstelling tot andere drones met de kleinere ladingen en kortere vliegtijden en indrukwekkende 200 kilogram tot 2000 kilogram wordt beschouwd als ultrahoog onder civiele drones. Huawei zijn bestand tegen de bare omstandigheden in de vliegende, onafhankelijk van de wegen, staat in landingsbanen. De scala van de toepassing van OVR-drones binnen de snarrail kan omvatten levering in de bouwmaterialen en kan praktisch in alle ontoegankelijke gebieden landen. In bergen, bossen, welstand, waterhindernissen enzovoort. Trouwens, ik ben ook een klein video voorbereid en laten we eens bekijken hoe deze machines werken in de werkelijkheid. En terug aan het nieuws, dames en heren. Het eco-woningsproject met een systeem van hernieuwbare energie is ontworpen voor de nieuwe type woonklaster verbonden met de sneltransport. We kennen van het concept van de groene stad met de groene energie en de hoogontwikkelde economie. Het wordt momenteel geïmplementeerd en gedemonstreerd als een erkend model met de 5 operationele sporen, de test- en certificeringscentrum in Sharjah. Het Ecotechnohuis is ontworpen om een nul impact op het milieu te hebben en de menselijke gezondheid te beschermen. Het is een ideale plaats om een mensenvriendelijke microklimaat te schepen, een optimale vochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur enzovoort. Het huis is onafhankelijk ecosysteem. Dat zijn bewoners niet alleen voorzien van de elektriciteit, de verwarming, koeling, maar ook van de
Zelf kweek van biologisch voedsel. Dat is heel, heel belangrijk. Dat de dak van huis is in de hoogtechnologische serre geschikt voor de kweken van de fruiten, groenten, hele jaar door, met behulp van speciaal gecreëerde vruchtbare grond. Dergelijke kassen zullen in de landbouw ingrijpen, veranderen en belangrijke stap vormen in de richting van de oplossing van de eco-huisproject. Reeds gerealiseerd in de vorm van de string in Sharjah. Het is de enige Arabische Emiraten die volledig de enige huis in de Arabische Emiraten. Tegelijkertijd voldoet het gebouw aan alle brandheiligsvoorschriften in eco-architectuur van de kantoor en overeenstemming met de wereldwijde trends en normen. De String Technology Divisie van de Arabische Emiraten, gevestigde ontwikkelaar, en de presentatie heeft gegeven van deze passagiersvervoer dat gemakkelijk van de stedelijke en omgeving van de kan worden geïntegreerd in een aantal belangrijke voordelen. Eerste, verhoogde veiligheid van de hoge snelheidsvervoer door de rondmateriaal die hoog boven de grond wordt verplaatst. Minimale ruimte van de beslag wordt genomen door de bovenkruishangen van de snarrail. Gemakkelijker kunnen worden aangepast van elke logistieke taak. Lagere bouw, exploitatiekosten, veiligheid. De andere soorten van de bouwen, kruisingen. Dit volledig gecertificeerd en omvat volgende elementen. Onderhuidstation voor het rondmateriaal. Bestanden uit de controlkamer, serverruimte, verkeerplaats en zo verder. Ik heb ook een speciale video voorbereid hoe ons systeem werkt. En gelieve dat te bekijken, alstublieft.
Dat was eigenlijk heel interessant en modern, hoe dat ons systeem marcheert eigenlijk. Dr. Lawson Bagus, dat is van de African Railway Development Organization. Dat is een spoorwegingenieur, opleider en docent in Londen. Beoordeelde stringtransport en infrastructuurtechnologie in Sharjah met een professionele oog. Aldus de Middle East String Transportation Company. Tijdens zijn bezoek heeft de Engelse deskundige innovatieve, volledig gecertificeerde tropische module en buitenboord, containership en stalen willen voertuig en de superhoge snelheid en de bleek van de productie en de exploitatie van de passagiers en goederenmateriaal gedaan als deskundige op zijn gebied. Dr. Lawson Bagus is actief betrokken bij de Afrikaanse Unie en de ontwikkeling van meer dan 60.000 kilometer spoorweginfrastructuur op het Afrikaanse continent om belangrijke steden in Afrika met elkaar te verbinden, waarbij de continent van noord naar zuid en van oost naar west wordt doorkruist. In dit stadium wordt een traject van 12.000 kilometer overwogen, dat is naar verwachting in 2026 voltooid zal zijn. Als onderdeel van deze infrastructuur is het spoorwegtraject in Nigeria River, in de havenstaat, voor de vrachtvervoer zorgt van de grootste belang. Dr. Lawson Bagus is van de mening dat de stringtransport infrastructuurtechnologie dat is een ideale alternatieve om zijn tot 100 kilometer lange route te doorkruisen. Beste collega's, Expo 2020 was zeker de hoogtepunt van introductie van wereldwijde politiek, maar wij hebben ook in Abu Dhabi National Exhibition Center een tentoonstelling gehad. De stand van het project trok de aandacht van vele bezoekers, omdat die volledig aansluit de huidige trends en de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur. Daarom kreeg het bezoek van Dubai Road Transport Authority enkele van de meest invloedbare en potentiële regionale klanten voor innovatieve vervoersinfrastructuuroplossingen. Ook vertegenwoordigers van vervoersministers en organisaties van Saudi-Arabië, Bahrein, Kuwait, Arabische Republiek Egypte vestigden aandacht op onze technologie. Beste vrienden, met de genoegen delen wij en de verslag van afdeling van Midden-Oosten van de stringtransport developer over het bezoek van een delegatie uit de Frauscher Sensor Technology, toonaangevend bedrijf in de spoorwegingindustrie met projecten in 140 landen op alle continenten aan het test- en certificeringscentrum in Sharjah. De delegatie bestond uit topmanagers uit de hele wereld. De bezoekers hebben een lijnmoot van de stand gezien en presentatie van stringtechnologie de grote vermogen van de bovenleiding gedemonstreerd. Op het professionele en sociale netwerk van de ontwikkelaar van de stringtechnologie is een video verschenen waarop in de vrachtwagens in de werking te zien is. Een dergelijk vervoers- en infrastructuurcomplex, komt best tot zijn recht in de moeilijk bereikbare afgelegen gebieden. Bijvoorbeeld tegen de bare weeromstandigheden. De levensduur kan oplopen tot 100 jaar. De Railway Technology is een Brits mediakanaal, plaatste onlangs een artikel over de stringtransport waarin de voordelen van de vrachtvervoersoplossingen werden uiteengezet. Waarom is de string freight transport is een veel belovende trend in de sector? Strenge vervoers- en infrastructuurelementen bieden een aantal voordelen. En dus graag een materiaal intensief en duurzaam is. Het behoeft geen regelmatig onderhoud. De levensduur van de spoorstructuur bedraagt
tot 100 jaar. De wereldstand van de snelruiltransport tegen de bare weeromstandigheden maakt het mogelijk verschillende soorten van goederen efficiënt te vervoeren in de regio's van moeilijke klimatologische en de terrestriële omstandigheden. Het Amerikaanse bedrijf Quadratix heeft op zijn website aangekondigd dat hij exclusieve distributieovereenkomst heeft gesloten met een onderneming die slingtransporten in het Midden-Oosten ontwikkelt. Details van de overeenkomst zijn niet bekend. Op de website van Quadratix staat echter dat het bedrijf nu in de rechten heeft van de snartransport in Saudi-Arabië te distribueren. De samenwerking met Quadratix zou de vermogen van het project om technologie op het markt te brengen kunnen verhoogde aantal veelbevolende gerichte projecten kunnen doen toenemen. Quadratix Development is een Amerikaans bedrijf dat bouw- en transportdiensten verleent met de gebruiksmaking van de lichtbeton en lichtstaal. Een paar weken geleden hebben wij over de nieuwe Unibus model verteld in Ecotechnopark. In productie is genomen om een mechanische viering van innovatieve luchtviering te vervangen. Een reden voor deze verbetering hebben we ook uitgelegd. De belangrijkste taak van onze aanpassing om het maximale comfort te bereiken om tegelijkertijd de viering van ons systeem te verbeteren. Het ontwerp bepaalt bij de hoge en ultrahoge snelheden hoe comfortabel en veilig zal zijn de voertuig en de passagiers. De viering moet de passagiersruimte isoleren van dynamische rijbelasting in staat zijn te vibreren in natuurlijke frequentie tussen 60 en 100 trillingen per minuut voor een inzittend die heel comfortabel moet zijn. Die moeten zich heel goed voelen eigenlijk. Dames en heren, zoals heb ik vroeger beloofd, wil ik graag in de belangrijkste punten van het laatste interview van Anatoly Junitsky met jullie delen. En heeft gezegd dat het voorbije jaar was een van de moeilijkste voor ons. En omdat die coronavirus-epidemie en de lockdowns blijven aanhouden, wij hebben eigenlijk veel bedrijven van ons vroeger draad en de hoge sterkte, verschillende polymeren, materialen, het uitrusting voor de rollenmateriaal leverden, hebben hun deur gesloten, zodat wij op bezoek waren naar nieuwe leveranciers. Ergens de levering uitgesteld voor 1 jaar, ergens zelfs met 2 jaar. Dus dat betekende de force majeure eigenlijk voor ons bedrijf. Jullie weten dat was een heel moeilijke jaar. Misschien de moeilijkste jaar in onze geschiedenis. Maar zelf in die zeer moeilijke periode, we zijn overleefd. We werden veel sterker geworden. We zijn eigenlijk een middelgroot bedrijf. En jullie weten dat veel middelgrote bedrijven hebben dit faillissement uitgeroepen. We hebben dat niet gedaan. En wij ontwikkelen ons verder. Junitsky heeft beloofd dat dit jaar contracten ondertekenen. We hebben dat ook onze belofte gehouden. Ik kan zeggen dat in verschillende landen 4 verschillende contracten zijn getekend. We zullen ze aankondigen terwijl het is een zogenaamde ontwerpfase zijn. Alhoewel hebben we vroeger ook geld verdiend met onze projecten. Niet alleen met de stringtechnologie. We hebben de krachtige productiefaciliteit. Die certificering, dat gaat eigenlijk over de overeenstemming. We hebben een testcentrum waarin de materiaal en het transportsysteem testen. Doet alle zaken te hebben met elektrische voertuigen, met de spoorstructuur, de steunen, stroomvoorziening, de communicatie, geautomatiseerde controlesysteem. We kennen al de vereisten. En brengen in het complex, die complex wordt gecertificeerd. Dus ik wil nu
paar woordjes zeggen, hoe marcheert eigenlijk? Wat is eigenlijk onze stringtransport? Laten we enkele voorbeelden bekijken. De voertuigen zijn gemaakt op het zeer licht polycarbonaat, uitgerust met elektrische motor die heel ultralicht is. Het gebruikt zonnepanelen, windenergie, maar ook gewone elektriciteit om te draaien. De windmolens en zonnepanelen worden gebruikt om energie op te wekken. En super efficiënte elektromotoren verbruiken een minimale hoeveelheid van energie, wat aanzienlijke besparingen mogelijk maakt. De unieke voordelen van het transportsysteem, ontwikkeld door Unitsky String Technology, maken het mogelijk geïntegreerd gebruik te maken van geavanceerde vervoerheden op het gebied van elektrisch, snel en milieuvriendelijk vervoer. De innovatie van de SkyWorld community ligt in ontwerpkenmerken van de spoorstructuren met automatische besturingssysteem gebaseerd op het kunstmatige intelligentie. Nu wil ik heel graag heel kort onze verschillende modellen presenteren. Het eerste model, ons leider, is een U4-362. Kan met de snelheid tot 500 km passagiers vervoeren op het viaducten met de vakwerk. Hij wordt aangedreven voor de elektrische tractiemotor en wordt gevoed op het contactcircuit door een energieopslagsysteem aan boord. Hij wordt gebruikt als onderdeel van de vervoers- en infrastructuurcomplexen om vervoersverbindingen op de intercity en internationale routes tot stand te brengen. Volgend model, noemt U431, is ontworpen voor de vervoer van de bulkgoederen, gevaarlijke vloeistoffen, bederfelijke waren, stukgoederen enzovoort. De Uniwagen kan automatisch worden geladen en geloosd. Hij wordt gebruikt voor infrastructuurcomplexen in industriële installaties. U4-210, dat is een voertuig met de standaard uitrusting en wordt gebruikt als infrastructuurcomplexen voor het gebruik van stedelijke en voorstedelijke wegen. De totale capaciteit van het voertuig is 14 personen, inclusief 2 zitplaatsen. Hij wordt aangedreven door de motor, tractiemotor, hij wordt gevoerd, contactcircuit, energieopslagsysteem aan boord. Op basis van dit voertuig zijn we hebben een aantal modificaties gecreëerd en versterking van onze posities in het Midden-Oosten. Die is een heel belangrijke tendens van dit jaar. Onze technologie is officieel gepresenteerd als een potentieel voor de uitvoering van de infrastructuurcomplexplan in Dubai en door de minister van Vervoer in dat land goedgekeurd. De projecten omvatten een stedelijk vervoerssysteem met een totale lengte van 15 kilometer en 21 stations die met onze technologie kan worden uitgevoerd. Deze gebeurtenis is breed uitgezonden door de media van de Emiraten. Tijdens de vergadering werd bijzondere aandacht besteed op de infrastructuur en bepaalde belastingen er wordt uitgegaan. Tijdens hun normale werking kunnen heel lang niet in beschadigd worden. Nu, dames en heren, wil ik heel graag een samenvatting geven om ons webinar langzaam af te ronden. Heel jaar door, we hebben het SkyWay-project blijven stonen. Onze waakmanen hebben ons geholpen in Sharjah, de eerste klimlift opgevangen en de nieuwe vrachttransport te implementeren. En transport zal helpen de commerciële ontwikkeling van de technologie om gang te brengen. Ook in de Emiraten en momenteel de nieuwe testbanen in aanleg. Jullie hebben dat ook gezien, waar we die stringtransport in hoge snelheid zullen ontwikkelen. Kranten kopen over de stringtransport, verschenen in CNN, The National, overal in de wereld. Herfst vorig jaar ging in Dubai eigenlijk die expo door. Dankzij die tentoonstelling hebben de politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit Europa, Zuid-Amerika, Afrika kennis kunnen maken met onze project. En natuurlijk het belangrijkste, dankzij jullie allemaal, jullie gezamenlijke inspanning. SkyWorld project, afgelopen jaar is een nieuwe ontwikkelingsfase gekomen. We zijn allemaal een stap dichter bij de commerciële realisatie van ons project.
En 10.000 van onze investeerders over de hele wereld, die hebben het materiaal over de voordelen en technologie uitgewisseld. En dit najaar is meest actieve partners persoonlijk bijeengekomen in VIA en resultaten van ons project te evalueren. Wat moet ik zeggen? Ondanks zeer gespannen politieke sfeer op dit moment, ik ben overtuigd dat zullen we de Skyward-project kunnen verder ondersteunen. En ik hoop dat bij de volgende webinar ik kan meer positief nieuws aan jullie vertellen. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht. En tot binnenkort, tot volgende webinar. Dag.